omgevingsfactoren. Politieke besluitvorming gaat vaak lastig. Dit komt doordat omgevingsfactoren het proces beïnvloeden. Er zijn 6 soorten nationale omgevingsfactoren. 1. Economische factoren. Het bepaalt welke eisen gesteld worden. Een voorbeeld is de conjunctuur. 2. Culturele factoren. Normen en waarden bepalen grotendeels wat de politiek wel of niet kan maken. Een voorbeeld zijn gevoelige wetten zoals de donorwet. 3. Demografische factoren. Een voorbeeld is de vergrijzing. 4. Geografische factoren. Een voorbeeld is de centrale ligging van Nederland. 5. Technologische mogelijkheden. Meer mogelijkheden is een betere bestrijding van problemen. Een voorbeeld is DNA-technologie tegen criminaliteit. 6. Sociale omstandigheden. In een zeer verdeelde samenleving is het lastig draagvlak te vinden voor beslissingen. Er zijn 3 soorten internationale omgevingsfactoren. 1. Internationale organisaties. Zij scheppen verplichtingen. Een voorbeeld is de EU. 2. Internationale verdragen. Zij dwingen een land bepaalde dingen te doen. Een voorbeeld is het EVRM. 3. Internationale ontwikkelingen. Deze krijgen ongevraagd veel aandacht. Een voorbeeld is klimaatverandering. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat. Geen probleem.